school normaal gesproken heb je 10 minuten gesprekken. Nou, bij deze school hebben we echt coachgesprekken die echt een half uur per kind zijn en met het kind samen en de leerkracht en de ouders. Wat niet gebruikelijk is, begrijp ik en hoor ik vaak uiteraard, is het kind erbij? Ja, dat is juist zo leuk dat je samen over het werk praat wat gedaan is en wat je gaat plannen voor de komende periode. En altijd aangenaam verrast bent hoe goed de coach je kind blijkt te kennen. Door die rol van coach anders is dan een leerkracht alleen, dat een kind echt begeleid wordt in het leren, in hoe het leren, wat ze willen leren. En daar heel veel aandacht is in individuele coachgesprekken tussen kind en coach gedurende het jaar en dan ook nog samen met de ouders. Ja, dat geeft dan echt een heel vertrouwd gevoel. Ik heb echt best wel heel veel scholen gezien van tevoren. En wat ik dan zie is klaslokalen, hokjes. En wat je hier ziet is heel veel ruimte en ja, vrijheid. En ja, zo wil ik graag dat mijn kind opgroeit. Ik zie dat ze met heel veel plezier naar school gaat. Dat vind ik heel belangrijk. Ze is heel enthousiast. Ik zie dat ze... Ja, het is een gelukkig kind om te zien. Die zich kan ontplooien en alle mogelijkheden aangereikt krijgt. En ja, wat mij heel erg opvalt is het enthousiasme. En dat komt van alle kanten. Dat komt van de ouders, van de leerkrachten. En ik zie dat bij haar terug. Wat ouders kan helpen met ontzorgen is met name de kookstudio's. Als het kind om 6:30 opgehaald wordt, het moet nog eten. En nou ja, vaak zijn ze dan moe, et cetera. En dan is het heel fijn als je kind gegeten heeft en met alle rust naar bed kan gaan. Dus dat zijn wel momenten dat je denkt van ja, dan is dat heel welkom. En er wordt ook wel heel veel gebruik van gemaakt. Wat ik vind dat het hier heel bijzonder maakt, is dat het echt uitgaat van de interesse van het kind. Dus we hebben 3 dochters hier. Als je kijkt, zitten gewoon heel verschillend in elkaar. En ze kijken echt van, joh, wat sluit nou aan bij de interesses en ook bij het talent van het kind. En er wordt ook met het kind zelf gekeken, ook tussen de coach en het kind, van goh, wat past er dan? Nou, dan wordt een kind ook uitgedaagd om uit zijn comfortzone te komen en dingen eens te proberen. Elisa vindt het gewoon heel erg leuk om met kindjes aan de slag te zijn. Dus dan wordt ook bedacht van oké, nou weet je, je kunt dan helpen in de unit 0. En dat is de unit waar de kindjes van 0 tot 3 zitten. Maar dan moet je wel een sollicitatiebrief voor schrijven. Dat je denkt, sollicitatiebrief, weet je, als je 6 of 7 bent, dat kan toch helemaal niet. Maar nou ja, inderdaad, keurig en dan met lusletters een sollicitatiebrief. Van goh, ik wil graag meelopen in unit 0 als baby-expert. Het is een soort combinatie van de schrijfles en nou ja, hoe ga ik erop uit zelf. Ik ervaar wel heel erg dat de kinderen op heel veel verschillende manieren geprikkeld worden. Ja, er wordt heel erg gekeken van goh, wat werkt nou het beste om een kind uit te dagen. Toen Elisa hier binnenkwam, was het allemaal heel spannend in het begin. Ja, je ziet gewoon aan het eind, weet je, hoe ze gegroeid is en hoe ook hoe een goede band ze ook heeft met haar coach. Een kindcentrum is een centrum waar kinderen van 0 tot 12 zich kunnen ontwikkelen op het moment en op de manier waarop zij zelf willen. Er is sport, er is logopedie, de muzieklessen worden hier in huis gegeven. De dag is gewoon één geheel. Het is niet dit is de opvang of dit is school. Het loopt in één weg door. Dat is heel fijn. De oudste is net 6 en de jongste is 4,5. En die ontwikkelen zich hier heel goed. Ze zijn heel ondernemend en willen graag bewegen en dingen op hun moment leren en doen. Nou, dat mag hier in de zin van, nou, die wil bewegen, dan gaan we even naar de beweegdomein. No, die heeft dat even nodig en dat werkt voor hem. De basis is gewoon heel duidelijk en heel constant. Je hebt niet een kind in een groep met 1 juf. Als dat niet klikt, ja jammer, dan moet je toch een jaar door.
dat is hier niet, omdat je gewoon verschillende blikken hebt. En ze hebben allemaal, zitten ze op één lijn wel in de zin van wat mijn kind allemaal kan en doet. Maar je hebt toch vier mensen die naar mijn kind kijken. En dat maakt het fijn, want hè, twee mensen zien al meer dan één. Ja, het staan vier mensen. Alle mensen van buitenaf die je normaal gesproken zou aanspreken voor kinderen met een zorg, zeg maar. Bijvoorbeeld een logopedist, een opvoedondersteuner. Mensen die werken met kinderen met dyslexie, met hoogbegaafdheid, werken allemaal hier in ons kindcentrum. En ja, dat is gewoon echt, dat is echt super fijn. En als je dan ook ziet hoe makkelijk wij hier de leerkrachten aan kunnen schieten en hoezeer zij ook openstaan voor overleg. Als jij je zorgen maakt over je kind of een leerkracht maakt zich zorgen of je hebt een opmerking, je kunt ze heel snel even aanschieten. En ja, dat is gewoon echt, dat is echt super fijn. Wat ik erg bijzonder vind hier is de kinderraad. Dat is een groep kinderen die gevraagd wordt om mee te denken over dingen die er hier op school gaan gebeuren. Zo hebben zij bijvoorbeeld bij de bouw mee mogen denken over de invulling van de speelplaats. Dan vind ik het mooi dat ze hier leren dat het niet alleen is dat je opdrachten uitvoert en dat je netjes doet wat er gezegd wordt. Maar dat je ook leert voor jezelf op te komen, dat je leert creatief te denken. Is het echt volgens mij een hele belangrijke basis om echt ja, een mooi mens in de maatschappij neer te zetten. Een school normaal gesproken heb je 10 minuten gesprekken. Nou, bij deze school hebben we echt coachgesprekken die echt een half uur per kind zijn en met het kind samen en de leerkracht en de ouders. Wat niet gebruikelijk is, begrijp ik en hoor ik vaak uiteraard, is het kind erbij? Ja, dat is juist zo leuk dat je samen over het werk praat wat gedaan is en wat je gaat plannen voor de komende periode. En altijd aangenaam verrast bent hoe goed de coach je kind blijkt te kennen. Door die rol van coach anders is dan een leerkracht alleen, dat een kind echt begeleid wordt in het leren, in hoe het leren, wat ze willen leren. En daar heel veel aandacht is in individuele coachgesprekken tussen kind en coach gedurende het jaar en dan ook nog samen met de ouders. Ja, dat geeft dan echt een heel vertrouwd gevoel.